Deze juwelier in Ridderkerk krijgt begin mei bezoek van een klant met een opvallende jas aan. Hij toont belangstelling voor verschillende sieraden. Maar op het moment dat de kast van de vitrine opengaat, ontpopt hij zich als overvaller. Het doelwit van de overvaller is juwelier Lucardi aan het Sint-Jorisplein in Ridderkerk. Op dinsdag 4 mei om ongeveer 4:15 's middags loopt een man, deze juwelier, in Ridderkerk binnen. En het lijkt eigenlijk een normale klant. Hij vraagt om sieraden en op het moment dat de winkelmedewerkster de vitrinekast opendoet en sieraden wil laten zien, slaat zijn gedrag eigenlijk om. Hij pakt een vuurwapen en hij zegt dat het een overval is. De man is op verschillende momenten vastgelegd. Hier fietst hij over het Sint-Jorisplein. Ook winkelt hij bij de nabijgelegen Jumbo. Zoals u ziet draagt de man een nogal opvallende jas met verschillende emblemen. En een opvallende witte pet met een rode streep. Hij verlaat de juwelierszaak met een Jumbo-tas gevuld met sieraden. Van de kijker van bureau Rijnmond willen we uiteraard heel graag weten wie deze man is. Je moet je voorstellen, hij overvalt een winkel. Medewerkster die hem eerst vertrouwt omdat ze denkt dat het gewoon een klant is, maar vervolgens in de vuurwapen kijkt. Ja, die zaak die gaan we gewoon oplossen wat ons betreft. We hebben beelden van de man, opvallende jas en de pet die zijn erop te zien. Dus ja, de vraag is heel simpel. Wie is het? Heeft u tips, bel dan met de politie 0800 60 70 of met Meldmisdaad Anoniem 0800 7000.